Gregory, ja, het zit erop. Hoe blik je terug op deze editie van de Golden Palace Bowl? Laat ons zeggen dat we enorm veel mensen gelukkig gezien hebben. Een redelijk goed feestje gebouwd hebben ook. Het is fantastisch om te zien hoe dat die beleving daar rond is. Ja, ik sta er zelf versteld van. De bedoeling is nu van voetjes op de grond te houden en keihard blijven verder werken. Dat alleen maar kan groeien. Je bent zelf onder de indruk, hè? Ja, een beetje verbouwereerd ook. Veel gelukkige mensen en ja, daarvoor doe je het eigenlijk wel. Hè. Hoe belangrijk, of ik ga het anders zeggen, elke sterke man heeft een sterke vrouw. Dat is bij jou niet anders, denk ik. Nee, ja, ik denk zonder mijn vrouw, met alle respect, ik denk dat voor vele mannen zo is. Maar zonder mijn vrouw zou het inderdaad niet mogelijk geweest zijn. We hebben heel veel gelukkige mensen gezien. Heel gelukkige mensen hier. Ja, dit kan niet stoppen, dit mag niet stoppen. Hè. Wat zijn de toekomstplannen? Wel, laten we zeggen dat we volgende week een keer alles gaan laten rustig bezinken. En de aandacht ernaartoe was enorm. En de oproepen, de mails, de sms'en dat we ontvangen van de mensen, is overweldigend. Dus ja, we zijn een beetje verbouwereerd. We gaan met de voetjes op de grond blijven. Volgende week een keer alles laten bezinnen. En met alle partijen een keer aan tafel gaan zitten om de toekomst te bekijken. Dus heel veel succes. Dankjewel.